Hey, verzamelaars, collectors, liefhebbers, geeks, freaks, levensgenieters en alles ertussenin. Welkom bij een nieuwe aflevering van Retrofunk, de Collectors Baard. In de vorige aflevering heb ik al aangegeven dat ik een leuke extra comic bij Septum heb gekregen. Je ziet hem hier op achter staan. Dat is namelijk de Starling van Leon Verhoeven en ook Dodi Ekka. Die we uiteraard nu inmiddels kennen als tekenaar van Septum. Ik vond het een mooi moment om ook deze te gaan bespreken. Want Reboot Comics is een kleine uitgeverij hier in Nederland. En dat zijn juist de uitgeverijen die ik wel wat steun wil betuigen. En hoe kan ik het beter doen dan misschien een leuk filmpje erover op te nemen. En mijn ongezouten mening te geven over hetgeen wat nu weer geproduceerd is. Nee, dit valt wel mee natuurlijk. Uiteraard ga ik na deze introductie de comic met jullie bespreken. Ik heb hem gelezen, ik vind er wat van. Maar als je wil weten wat ik ervan vind, moet je even verder kijken. Zo snel gaan we natuurlijk niet. Maar het leuke is, hij is dus geschreven door Leon Verhoeven. Leon Verhoeven is de man achter Reboot Comics. En daar heb ik inmiddels ook wat contact mee. Het leuke is dat Leon ook tijd heeft gevonden en tijd wil maken om met mij een kort gesprekje aan te gaan over de Starling. Dus hij gaat wat meer informatie geven over hoe dit tot stand gekomen is, wat zijn gedachtgang erachter is en ook waar hij inspiratie vandaan gehaald heeft. Blijf kijken naar het filmpje. Je krijgt niet alleen een bespreking van de comic te zien zometeen, maar daarna gaan we over naar een interview met Leon, die ons meer gaat vertellen over hoe dit allemaal zijn oorsprong heeft gekregen. Ja, en ik sluit uiteraard af met de vraag, mocht je het leuk vinden of je hebt op- of aanmerkingen, laat het gerust weten in de comments, in een privéberichtje of whatever. Ik vind het nog steeds gaaf om te doen en ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. De Starling. Nou ja, zoals aangegeven in de intro, een werk van Dodi Ekka, Costa en Leon Verhoeven, de man achter Reboot Comics. Ik kende het, om eerlijk te zijn, niet. Dit was onderdeel van de Septum Kickstarter. Waarbij je eigenlijk heel snel al ziet dat ook de artwork herkenbaar is. Want dit is wat je dus van Dodi Ekka ook in Septum te zien krijgt. Wat is de Starling? De Starling is dus een held, anti-held, bedacht door Leon Verhoeven. Die van ultra-violence houdt. Nou, het eerste wat je hier op te zien krijgt is dat het inderdaad gewoon echt, echt gewelddadig is. Tanden worden uit de mond geslagen. De spreeuw die hij heeft, die stuurt hij op de misdadigers af om de ogen eruit te trekken. Ja, hier het hoofd wordt kapotgeschoten. De grap is overigens wel, je ziet enorm veel guts en gore, maar dus geen naaks. Nou ja, het beetje naak wat je ziet is nog subtiel weggezet. En dat verbaast me. Maar goed, naakt is niet noodzakelijk voor een comic als deze. Naakt moet toegevoegde waarde hebben. En dat heeft hier niet volgens de beste mensen achter comic. En dat is goed. Maar wat hebben we? Een antiheld. Genaamd Starling. Nou, Starling, voor degenen die een beetje Engels kunnen en die opgelet hebben bij de intro, is natuurlijk gewoon het Engelse woord voor spreeuw. En hij loopt rond met twee spreeuwen. Starling doet mij een beetje in eerste instantie denken aan Phantom. Maar goed, door de ultraviolence ook uiteraard ook aan The Punisher. Je zou wellicht kunnen denken aan Judge Dredd. Lobo wil ik hier niet in benoemen, want dat is eigenlijk een heel ander soort actie. Nou ja, ultraviolence wat je hier te zien krijgt. Beetje Expendables concept, ga zo maar door. Als ik het goed begrepen heb, maar dat horen we zo meteen van Leon zelf, want die gaat ook nog wat vertellen over deze comic. Is Starling ontstaan in een andere strip die hij uitgegeven heeft, Nine Tails. En is het tweede deel al redelijk ver in concept en kunnen we die zelfs binnenkort verwachten. Nou, wat krijg je van de Starling? Ook dit eerste deel van Reboot zie ik als de introductie tot het karakter. Je krijgt een beetje een beeld van wat is de Starling, een beetje wat intrige wat hem beweegt. En er worden wat karakters geïntroduceerd. Uiteraard de twee detectives die mij ook een beetje doen denken aan detectives uit Gotham, Bullock en hoe heet je ook weer? Maakt niet uit. Mocht je het even weten, geef dan een comment aan. De twee detectives uit Gotham City. Doen ze me hier wat denken. Bullock en Malone volgens mij.
Verwees me even als ik het fout heb. Maar ook aan Sam en Twitch van Spawn, om eerlijk te zijn. Doet me ook aan denken. Dat ga ik Leon ook wel even vragen, waar hij de inspiratie vandaan gehaald heeft. Nou ja, er zit een cliffhanger in natuurlijk, maar er zit ook een major reveal in. Je hebt het net misschien al gezien, maar ik ga het niet nog een keer laten zien. De Starling. Nou, wat vind ik ervan? Wat ik al aangaf, het is een introductie tot een groter verhaal. Hier zit potentie in. Het is ultra-violence. Ik zou eerlijk zeggen dat het niet mijn genre is. Punisher bijvoorbeeld ben ik ook geen groot liefhebber van. Maar aan de andere kant, Judge Dredd dan weer wel. En Lobo ook weer wel. Waarom? Dat is over de top. Dat is geweld wat zo absurd is dat het lachwekkend wordt. En dat is hier niet het geval. Hier is gewoon echt geweld. Om geweld te tonen en niet om te verheerlijken gelukkig, want ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar we, waarvoor we comics lezen. Maar het laat weinig aan de fantasie over en ja, daar moet je liefhebber van zijn. Het is niet mijn genre, maar ik schuw hier niet voor en een beetje ultra-violence kan ik ook wel waarderen zo op zijn tijd. Dus ja, lang verhaal kort, ik heb me hier wel mee vermaakt. Ik zie het, zoals ik al zei, als een introductie tot iets wat meer is. En ja, hiervan moet je het compleet verhaal lezen. Het eerste deel van de comic is voor mij gewoon even aftasten welke kant gaat het op. Een beetje een visie ontwikkelen, een beetje lijndrecht ontwikkelen. En dat zie je hier ook. Dus ja, ik heb een aantal vragen van Leon. Welke kant het wellicht op gaat. Ik hoop dat hij er iets over gaat vertellen. En long story short. Mocht je van comics houden. Ik kan je deze wel aanraden, om eerlijk te zijn. Want het is wel gewoon een leuke Nederlandse comic. En daar zijn er niet zo heel veel van. Strips genoeg, comics nog niet. Dus keep it up, zou ik zeggen. En het volgende deel van het filmpje krijg je meer over de achtergrond. En over de toekomst van The Starling te horen. Good comics. Daar. Mm-hmm. Ja. En de schrijver van het stripkookboek. Ja. Wat een succes was en dit jaar een tweede van uitkomt. En de schrijver van Ninetales en deze. Ja, Starling. Ja, leuk. Ik ken je inderdaad vanuit het stripkookboek. Die heb ik ooit aangeschaft, want koken vind ik leuk. En de combinatie van strips, ja, topcombinatie wat mij betreft. Daar heb ik me meest gemaakt en daar vermaak ik me nog steeds mee. Maar de Starling inderdaad ook. Die zat bij mij als extraatje bij de Septum Kickstarter. Daar kon je de Starling ook mee bestellen. En ik dacht van, Europese strip, Nederlandse bodem. Ik ga het gewoon eens proberen. En je bent dus ook de schrijver van de Starling. Hoe is dat zo tot stand gekomen, Leon? Nou, ik had Ninetales geschreven eigenlijk, het eerste deel. Mm-hmm. En ik wilde al langer, net zoals wat André Kikker zei, ik wilde al wat langer iets schrijven, laat maar zeggen, vanuit hobby. Want ik ben zelf, ik lees Amerikaans en ik lees Europees. Maar dus eigenlijk is de smaak best breed, laat maar zeggen. En toen ben ik begonnen met schrijven en toen adviseerde iemand van begin met korte verhaaltjes. Want als je begint met korte verhaaltjes, dan kan je veel aan jouw schrijftechnieken oefenen. Want hoe korter het verhaaltje is, hoe meer je daarin moet proberen te proppen, laat maar zeggen. Dus als je begint te schrijven en je begint te schrijven en dan op een gegeven moment heb je 80 pagina's. En dan is de kunst van het schrijven, wat ik dus geleerd heb, het schrappen. Dus, kill your darlings. Ja, zoiets, ja. Dus ik ben mijn korte verhaaltje begonnen, dus vandaar ook dat Ninetales elke keer 3 korte verhaaltjes zijn. Ja. En er loopt wel een rode draad doorheen. En bij Ninetales, het eerste deel, was het eigenlijk zo van, mensen vonden het wazig en achteraf begrijp ik dat ze het waar vonden, maar in mijn hoofd zit ik al bij deel 3 bewijzen van. Dus ik weet hoe het verder gaat. En mijn idee eigenlijk van Ninetales was van probeer de draad erdoorheen was, probeer een soort universum te creëren, net zoals Marvel, met allemaal verschillende karakters, die dan op het einde allemaal samenkomen. Dus vandaar dat je in het eerste de eerste Ninetales die watergruwel hebt. En je hebt die zombie
Die komen dadelijk in het derde deel allemaal samen. En dat is er dus ook eentje van. Maar die passen niet meer in het boek. En dit was een karakter op zich. En bij Ninetales zijn het de eerste twee boeken meestal de bad guys. En daar loopt de rode Sphinx dan een beetje als een rode draad doorheen. Maar ik had ook zoiets van, ik wil eigenlijk, net zoals de Punisher, iemand die het slechte bestrijdt, laat maar zeggen, maar dan zo grof mogelijk. Ja, maar dus, die herkende ik hoor, die herkende ik. Dus, en ik wilde het eigenlijk nog proberen om het nog grover te maken dan dat de Punisher was. Dus het was ook heel leuk toen de inkleur er meer begon. Ingekleurd. Ik zeg, meer bloed. En zo ben ik een half dag tegen hem bezig geweest. Meer bloed, totdat hij er eigenlijk helemaal moe van werd. Een beetje het Tarantino aspect. Zoveel mogelijk bloed erin gooien. Precies. En ik wilde er eigenlijk ook proberen een beetje humor in te schrijven. Want ik denk, het schrijven van humor is denk ik nog moeilijker als een actieverhaal te schrijven van, of je steekt een mes hierin, of je steekt een mes hierin, of hierin. Ja, dat kan iedereen schrijven, laat me zeggen. Ja, maar dat hij me dan zo ver insteekt, dat hij me niet meer uitkrijgt, dat hij echt moet gaan trekken. Ja, dan wordt het verhaal natuurlijk al gelijk. Ik krijg het al een hele andere lading. Je kan dan zien van, als, ja, godverdamme, maar je kan het ook als humoristisch zien natuurlijk. Dus, dat is inderdaad een dunne lijn. De scheidslijn tussen humor, tussen actie. Ja. Je geeft al heel snel aan van hij is grof, steeds meer bloed, steeds meer bloed. Was het ook bijvoorbeeld een idee om te laten zien dat er in Nederlandse comics ook gewoon grof geweld mogelijk is, wat je in Amerikaanse comics veel vaker ziet? Ja, ik vind... hou het goede, want ik ben echt helemaal... De Nederlandse strip en de Belgische strip en de Franse en de Europese strip. Ik vind ze hartstikke leuk zelf ook om te lezen. Maar op een gegeven moment, er zit wel een soort van grens in. Het houdt ook wel ergens op. Laat me zeggen, je ziet het nu wel dat het steeds een stapje verder gaat. Dat er dan wel iemand doodgaat. Maar dat het echt bloederig is of zo. Ja. In een echte grote Europese strip of zo. Heb ik het nog nooit gezien. Nou ja, in de Franse strip misschien nog wel eens. Ja, maar... Echt zo bloederig? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik zeg al, ik heb ze niet gezien. Ze kunnen er goed zijn, hè? Maar ja. Ik heb ze nog... Ik ben ze nog niet tegengekomen, laat me zeggen. Eens even terug naar het inspiratie. Je noemde de Punisher net al. Nou, die is of duidelijk, maar ik vind hem ook al wat van de fans hem weg hebben qua hoe die eruit ziet. Ja. Just Dredd kun je natuurlijk ook noemen als inspiratie. I Am The Law, Ultra Violence. Dat past gewoon een beetje de thematiek. En gek genoeg, je hebt twee spreeuwen erin zitten, de Starlings. Heb je daarin ook gekeken naar een stukje Noorse mythologie? Nee, dat was waar komen die vandaan? Want die vond ik interessant. Ja, die, dat kan ik hier nu wel gaan zeggen. Maar ik heb misschien nog niet. Nee, want ik heb je net toevallig een pagina laten zien van het tweede deel. En dan ga ik eigenlijk, ik zit bij het tweede deel zit ik al aan pagina 58. Dus die wordt iets dikker als deze. Lekker. En dat heeft ook een reden, maar die zal ik wel zo zeggen. En daar komt dus uit eigenlijk waar die spreeuwen vandaan komen. Ze hebben ook een naam. Dat staat ook pas in het tweede deel. Dus ik kan daar hier allemaal wel gaan liggen voorkouwen. Maar het idee was eigenlijk, hij moest wat psychics hebben. En om daar dan een jeugdig persoon naast te zetten, dat heb ik al 100 keer gezien. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik pak die spreeuwen. En daar komt zijn naam dan ook vandaan. Ja. En kan ik nog meer vertellen? Nou, misschien moet je het gewoon ook maar niet vertellen. Hè? Nee, ja. Kijk, misschien moet je gewoon vertellen wanneer Starling 2 dan beschikbaar gaat zijn. Wat de planning daarvan een beetje is. Ja, ik hoop het heel snel. We zijn aan het schrijven. Ik zeg al, ik ben al pagina 58, maar ik laat het ook al gelijk, de eerste pagina's worden nu al getekend en ingekleurd, zoals je ziet. Ja. En dat zijn, dat zijn jongens die, dat zijn vrij snelle gasten, laat me zeggen. Dus ik hoop eigenlijk dat ik toch wel eind volgend jaar wel iets kan
laten zien. Leuk. Het kan sneller top. Natuurlijk, maar dan moet ik weer zo'n dun fluppertje doen. Maar dat wil ik eigenlijk niet meer. En ik heb trouwens ook nog een vraag over, want ik vond het wel heel gaaf dat je comicformaat uitgegeven hebt en geen stripboekformaat. Hier in Europa kennen we natuurlijk over het algemeen qua Europese strips een stripboek. Heb je bewust gekozen om het in comicformaat ook te doen? Ja, ik heb bewust gekozen voor dat comicformaat. Ja. Maar dat is eigenlijk puur gebaseerd dat ik dadelijk, als ik dadelijk wat verder ben met de uitgeverij, dat ik dan ook eigenlijk op een... een fax zou willen staan. Of op een Comic Con zou willen staan. Ja. Ik vind dat nu nog gewoon heel eerlijk gezegd te prijzig. Snap ik. Ik denk dat, dat de jeugd of de jongere lezers dit formaat prettiger vinden als dat Europese formaat. Wat ik ook al heb gehoord, is dat ook jeugd die comics lezen, gewoon ook eigenlijk wel puur de comics lezen, omdat de prijs wat aantrekkelijker is. Oh, dat zou inderdaad kunnen. Ik val niet meer onder de jeugd, dus daar kan ik weinig over oordelen. Nee, maar ik kan het mij wel voorstellen. Dat is gezegd. Ja. Wat ik dus ook achterkwam, want ik praat dan ook wel met die generatie, denk ik. Want ik denk... Ik denk ook dat ik een slechte uitgever zou zijn als ik dat niet zou doen. Grotendeels lees ik hem ook liever in het Engels. In het Engels. Dus ik had zoiets, ik ga het Nederlandse en het Engelse doen. En ik heb toen, want je wilt het ook een keer over deze gaan hebben. Ik heb hem toch even naast gelegd, stiekem. Klopt, zit nog in de planning, ja. Ja, kijk, dit is eigenlijk gewoon hetzelfde als een Europese strip, gebonden, laten we zeggen. Alleen het formaat is iets kleiner. Wat ik hier, denk ik op dat moment vond ik het een goed idee, ik vind het eigenlijk nog steeds een goed idee, ook bewust voor het Comic-Con volk, dacht ik zo van de jeugd, 80% zal Engels kunnen lezen, maar er is ook een stukje wat het niet kan. Dus ik dacht, ik doe het bij elkaar. Weet je wel, Nederlands, Engels. Achteraf denk ik dat het qua verkoop misschien een fout is geweest. Want hij kost hetzelfde als een album, als een stripalbum. Mm-hmm. Maar je krijgt twee keer hetzelfde. Eén keer in het Nederlands en één keer in het Engels. Maar ik denk nog steeds, als ik dadelijk op een Comic-Con sta en ik pleur deze stapel neer, dat hij wel gaat lopen. Het is uniek, laten we eerlijk zijn. Het concept heb ik nog niet eerder gezien. Nee, ik ken wel flipcomics, maar ja. Ik denk ook, als je nog niet goed in je Engels bent, is zo'n boekje ideaal, want je kan het Nederlands lezen. En qua spreektaal kan je het Engels ook lezen. Dus je weet wat gaat. Dat is dus de reden waarom dat ik zei, omdat veel mensen, ik hoorde het ook bij Comic Talk, vonden dit te prijzig. Die zaten erop te wachten van, hey, ik wil de Minx hebben en gaan ze hem kopen, maar je krijgt twee keer hetzelfde voor een tientje. Oké. Een trade paperback van Marvel of van DC kost ook een tientje of meer. Dus ik denk, ik zit daar qua prijs wel goed, maar je krijgt twee keer hetzelfde. Dat was klopt. Het idee. Ja, ik snap de gedachte. Had ik hem één slag dikker gemaakt, laat maar zeggen, dus dat ik twee deeltjes van Minx hierin had gedaan, dan hadden ze het misschien wel gekocht voor de prijs van 10,95. Denk ik. Dat is dus de reden waarom dat ik deze nu dikker maak. Snap ik. Ja, ik snap de gedachtegang. Ik vind het trouwens ook wel gaaf dat je voor Engels en Nederlands gaat. Ik heb er zelf ook nog even over nagedacht. Wat vind ik zelf nu prettig om te lezen? Ik lees voor het algemeen alles in het Engels. Alleen dit is een Nederlandse uitgeverij wat mij betreft. Dus vind ik het juist ook wel leuk om in het Nederlands te lezen. Maar aan de andere kant, in het Engels lees het ook wel lekker weg. Je bent het zo gewend met comics. Dus ja. Ik hink op twee benen daarin. Maar ik snap het heel goed dat mensen... dat de keuze ook lastig is hierin. Ja, want wat ik dan wel heel raar vind, is dat er dan wel bijvoorbeeld gezegd wordt, als ik deze in het Nederlands koop, dan wil ik hem voor de kaft, hè, want die is anders, ook wel in het Engels kopen. En als je dan bij elkaar koopt samen, ben je eigenlijk net zoveel kwijt als je hem zo koopt. Maar het zijn twee comics. Dat is het verschil.
Dat is inderdaad ook En iets de wat. inhoud is hetzelfde. Ja en nee. De verpakking is anders. Je hebt natuurlijk ook de liefhebbers die voor de covers gaan en ook voor variant covers. Kijk bijvoorbeeld eens naar Marvel in DC, wat daar nu gaande Ja. is. Er wordt een nieuwe comic uitgegeven en van die comic worden er de regular cover. Dan komt er een B, een C, een D, een Virgin, een dit en dat, zus, zo, noem Ja. het allemaal maar op. Voor je het weet heb je gewoon 20 keer dezelfde comic, maar dan met verschillende covers voor de verzamelaars. Het is Ja, niet alleen maar maar ik de dacht. lezerswereld, maar ook de verzamelaarswereld. Ja, precies. Ja, Ja. ik dacht. Ik propte allemaal in één. Cover 1, cover 2. En dan hier in het midden staan er ook nog. Twee, weet je Extra wel. covers, ja. Ja, dus. Maar aan de andere Oh. kant, wat je daarmee gecreëerd hebt, is ook uniek iets. Ja, dus het Helemaal is. een Dat is collector's ook wel item. heel moeilijk te begrijpen, weet je wel. Ja. Ik kom altijd in een stripwinkel in Den Bosch en eigenaar Björn, die Minx, hij verkocht hem niet. Maar hij had hem tussen het Europees staan, ergens zo voor. En hij heeft daarachter, achter in zijn winkel, heeft hij een hele rit staan. Met de trade paperbacks Marvel en. En ik denk, ik betaal de schoenen aan, dus ik heb die stapel gepakt. Ik zeg, Björn, die moet daar niet staan. Ik heb dat formaat bewust ook gemaakt, dat je hem daar tussen die Marvel en die DC kan zetten. En binnen een week verkocht hij de 5-6. Ja? Oh, Ja. wat grappig. Ja. Ja. Ja, maar dat is het denk ik ook, hè. Kijk, mensen, ook van de Starling dan, het is een ander formaat. En dat spreekt toch andere lezers aan. Ja. Ja, Ja. dat denk ik dus ook. Dus ik denk echt wel dat zo'n Minx en zo'n Starling het op zo'n Comic-Con best goed zullen gaan doen. Ja. Ja, dat zou Alleen best kunnen, ja. hoe ga je dat dus uitpakken op zo'n evenement, laat maar zeggen. Ja, zo. Je kent de term go big or go home? Ja, misschien dat ik hoe heet die, meneer Brilman een keer overtuigd van, goh, geef mij een metertje van jouw comics stand. En dan misschien zoiets, weet je wel. Dus Ja, you never know. nee. Hij is ook online op Facebook. Hij is ook goed benaderbaar. Dus gewoon eens met hem kletsen, zou ik zeggen. Ja, Ja, wat mij hij betreft. krijgt trouwens de Starling, een paar Starlings van mij als giveaway, hè? Ah, Dus leuk, leuk, leuk. dat komt goed. Ja. Ja, een mooi linkje inderdaad. Ik zit ook af en toe bij Marcel in zijn live show dat ik Okay. even aan het meekletsen ben. Ja. Ja. Ja, nee, goed dat ik het weet. Daar zal ik ook wel even een beetje over kletsen over Starlink. Ook wel leuk. Ja. Ja, ik had gisteren mijn eerste shout-out van. Oh ja. Toen zag je me in één keer voorbij komen en toen zei hij het. Dus dat was dan wel weer leuk. Dus Ja, leuke dingen. Ja, maar mention dat of hoe dat ze het ook noemen, weet ik wel. Ik ben een Ja, wat dat digibeta. betreft een leuke community. Ja. Het is een leuke community. Wat voor reacties heb je zo al gehad op de Starling? Hij is nu natuurlijk met Septimus meegestuurd, maar daarvoor was hij volgens mij ook al uit. Of heb ik dat. Ja, daarvoor heb ik hem eigenlijk heel sneaky. We hadden met het uitgeven ervan heb ik eigenlijk wel ben ik eigenlijk wel een paar keer tegen de lamp gelopen. Dan weten de mensen ook nu gelijk waarom dat het zo lang geduurd heeft. Verkeerd gesneden, moest je weer terug overnieuw gedrukt worden. Slechte pagina's, dat soort dingen allemaal. Een keer Ja. van de drukker gewisseld, maar dan moet je weer wachten tot je rekening gecrediteerd werd en dat soort fratsen Ja, allemaal. Het ja. liep allemaal niet zo lekker. Daarom heeft het ook zo lang geduurd. En mensen die mij een beetje kennen, ik wil best een strip uitgeven, maar een strip moet voor mijn gevoel wel goed zijn. Dus het moet geen bagger zijn. Dus Je moet erachter staan. ik moet erachter staan, ik moet er een lekker gevoel bij hebben. De mensen die eraan meegewerkt hebben, die moeten er ook een soort van passie voor hebben. Net zoals Johan Neefjes, als ik die bijvoorbeeld een verhaal stuur, die heeft daar ook twee verhalen in Ninetales gedaan, en hij vindt het niks, dan zegt hij me, ik vind niks, ga het niet doen, blijf bij mijn handen vanaf. Dus Belangrijk ook, heel ik weet belangrijk. ook gewoon, als hij iets tekent wat ik geschreven heb, dan weet ik ook dat hij het goed vond. En als er iemand kritisch is, ik denk dat hij wel een van de kritische tekenaars is waar ik mee werk, laat maar zeggen. Dus ja, dat vind ik dus al heel belangrijk. Dus, maar dat vind ik dus ook in het papier waar ik mijn boeken op laat drukken.
Ja. Het moet gewoon allemaal goed zijn. En dat was bij deze, dat liep niet lekker. Dat, soms heb je dat gewoon. En ik heb al, ik ben het uitgeverswereldje ook maar zo ingerold en ingelopen. En het ging allemaal goed. Tot bij die Starling, laat me zeggen. En ja, goed. Nu is die zoals ik wil. Maar wat ik dus had gedaan, om dan het verhaal terug te komen. Ik had hem al stiekem in de hardcover van Ninetales gesmokkeld. Dus op Europees formaat was je er in principe ook al. Ja, ja. Dus, ja, maar daar had je dan bijvoorbeeld deze plaat dan weer bij. Ik weet niet of je die ziet. Ja, precies, precies. Weet je, op de Frank Miller Batman is die gebaseerd. Ja, ook gaaf. Ja. Dus, ja. Dus de reacties die ik heb gehad is van, ja, eigenlijk alleen maar positief. Misschien nog wel positiever, als op het Ninetales gebeuren. En dan wel meer om het feit van, ja, het leeft lekker weg. Het hoeft er niet. Ja. Hetzelfde, dat was ook mijn insteek, hè. Ik heb in de horeca gewerkt. Als ik dan s'avonds thuis kwam of laat thuis kwam, dan ja, je komt van je werk af. Als je om 1 uur 's nachts thuis komt, dan zit je nog vol met energie, laat me zeggen. En ik kan dan niet gelijk slapen. Ik ga dan niet gelijk naar bed. Ik ga dan nog op de... Daar heb ik nu nog last van. Ja, ik zit dan... Ik wil dan even op de bank zitten en dan mijn verstand. Mm-hmm. Je hebt films. Die zet je aan, of een serie zet je aan. Hoef je niet bij na te denken. Gewoon, verstand op nul. Ja. En het is lekker en het gaat snel. En het is niet te moeilijk. Joh. Dat is wat ik eigenlijk met die Starling wilde. En dat is denk ik gelukt. Het leest lekker, het leest snel, de art is goed, het is niet al te moeilijk, je snapt het op het einde, klaar, dat wou ik. Je bent er snel doorheen, leuke cliffhanger inderdaad ook, in het volgende deel met zijn reveal, waar we niks over gaan vertellen. Nee. Die gaan we natuurlijk ook niet in de reveal naar voren laten komen, want ja, we moeten niet veel vertellen natuurlijk. Hè? Nee, nou, dat was dus het idee. En als je hem dan weggooit, nee, dan de dag na de hand of een week na de hand, dag van... Ik pak hem toch nog even op om hem door te bladeren, weet je wel. Mm-hmm. Dat dus. Ja, leuk. Ja. Nou, wat dat betreft inderdaad ook geslaagd. En volgend jaar dus inderdaad de Starling 2. Dubbel dik formaat. Nog bloediger. Nog bloediger. Meer bloed. Ik ga het gewoon zeggen, meer bloed, meer seks, meer humor, alles. Mm-hmm. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat dat betreft. Het Quentin Tarantino aspect, bigger, better en uncut. Alles waar de woke community over valt, staat erin. Dus tegen de heilige huisjes aan trappen, hoor ik al. Ja, net aan. Ja. Maar ook om een dialoog op... zeker, ik denk dat de dialoog ook belangrijk blijft, ja. Kijk, het is goed dat er veel dingen veranderen, maar ik denk dat... Nee, ik denk dat het gesprek erover heel belangrijk blijft en is. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd wat voor reacties je dan te horen krijgt. Dat vooral nu je dit zo zegt. Ja, dit belooft wat, Leon. Leuk. Ja, leuk. Ja. Interessant. Ja, precies. Ik had net zoals... ik weet niet of je bent bekend met het fenomeen Erik Scheurs. Als je nu een Joop Klepsijker zou doen, ja. Dat kan nu niet meer. Nee. Maar toen de tijd werden er ook kamervragen erover gesteld, weet je wel. Joop zei, kan het allemaal niet. Nou, ja, ik weet niet. Je moet wel, je moet tegenwoordig wel het verschil kunnen zien tussen fictie en ja. In realiteit. Realiteit. En ik denk dat tegenwoordig af en toe een beetje in blokkeren, laat me zeggen. Het is, om het ook politiek te houden, het is lastig om twee extreme standpunten juist meer tegenover elkaar te zetten. Ja, precies.
Maar ja, dat zal altijd zo blijven. Dat zal altijd blijven. Beide standpunten hebben iets, om het nog steeds politiek correct te houden. Beide standpunten hebben iets en het is juist, denk ik, belangrijk om met elkaar te blijven praten erover. Je kan iets niet leuk vinden, dat is heel goed, onderbouw waarom je het niet leuk vindt. Je kan ergens op tegen zijn, ook heel goed, onderbouw waarom je erop tegen bent. Maar ga het gesprek met elkaar aan. Ga niet per definitie iets cancelen of boycotten, omdat iets misschien niet zou passen. Dat is jammer, denk ik. Dat was wel heel mooi wat Arjen van de week zei. Ik weet niet of je zijn vlogje hebt gezien over Trizia. Ja. Het is niet mijn strip. Ja. Het is niet mijn smaak. Ik hou er niet van. Maar ik kan mij wel voorstellen. Ik zie wel dat het tekenwerk, dat het goed is. En dat het andere mensen zijn die dat wel heel leuk vinden. Kijk, komen we een hele belangrijke kern aan. Ja, ik kan je ook zeggen, Trizia die leven mij ontzettend goed gelopen. Mijn uitspraak is dan ook altijd van, maar dan kom ik weer terug, eigenlijk weer terug op mijn horeca verleden. De een houdt van schnitzel en de ander houdt van biefstuk. En de een is een vleeseter en de ander is een vegetariër. Maakt niet uit. Er is voor ieder wat wils. Je kan niet alles. Precies. Leven. Precies. Maar dat is ook een hele mooie, die vind ik ook ontzettend belangrijk. Kijk, je kan iets niet leuk vinden, iets niet mooi vinden, maar dat houdt niet per definitie in dat iets niet goed is. En dat vond ik heel mooi, want je verwijst heel goed naar het vlogje wat Arjen gemaakt heeft, Kopje Comics, even reclame maken dan natuurlijk. Ja. Hij zegt hem heel goed. Ik vind ook bepaalde dingen vind ik niet leuk en niet mooi, maar dat houdt niet in dat er geen passie in zit. En ik probeer juist, als ik iets misschien iets minder goed vind, kan ik het wel goed vinden of interessant vinden, omdat er passie in zit. En dat is ook iets wat heel belangrijk is. Tenminste, wat mij betreft dan. Ja. En dat probeer ik dus eigenlijk wel met de boeken die ik uitgeef. Mm-hmm. Daar zit ook af en toe wel eens, ik kan niet zeggen heel veel, maar er zit ook één of twee albums bij die ik zelf minder vind. Maar ik zie wel dat het goed is. Precies. En ik denk dat je daar als uitgever een beetje een weg in moet vinden. Omdat als jij boeken wil verkopen en als je het breed wil doen, dan moet je van alles wat in huis hebben. Klaar. Zo makkelijk is het. Vandaar ook de Trizia en vandaar ook die Starling, hè? Want daar hebben we het eigenlijk nog steeds over. Je moet een Europees album hebben, maar je mag ook wel een comic hebben. Dat zoiets. Je mag ook wel een comic hebben, maar dan vind ik, als je een comic hebt, moet je er ook eentje hebben in een trade paperback versie. Uiteraard, trades zijn heel belangrijk, vind ik. Daar hou ik van. Kun je ook achter me wel zien, overigens. Heel veel trades. Ja, hetzelfde probleem. Ja. Vroeger ook had ik van die longboxen, net zoals Kikker, vol met comics. En op een gegeven moment, wat moet je ze kwijt? Ja. En een trade is gewoon lekker. Je hebt gelijk een stukje of vier delen en dan lees je lekker weg. Ja, dat vind ik ook veel meer ruimte in de kast. Ja, dat is mijn punt. Inderdaad. Ja. Lekker door blijven lezen, meer ruimte inderdaad. Ja. Nee, goed, mooi. Leon, nog een laatste nabrander of tip aan degene die het filmpje kijken. Een laatste nabrander of tip? Je bedoelt een leestip? Of iets wat je nog wil zeggen of zo, of whatever. Ja, ik wil zeggen van koop reboot strips, maar ja. Dat is wel een heel slechte tip. Hij mag natuurlijk, hè. Als ik dan toch een tip mag geven, mm-hmm, en iets mag vertellen, en dan hoop ik eigenlijk, en dat heeft eigenlijk helemaal niks met je Starling te maken, of met Ninetales te maken, maar er is wel iets of iemand die ik eigenlijk op een voetstuk wil zetten. En ik geloof dat jij hem binnenkort ook gaat interviewen. Dat is al een mooie cliffhanger, dan kan je hem mooi aankondigen. Dat is Mark van Broekhoven, die gaat naar meer dan 30 jaar stoppen met de stripwereld. Ik vind wat Mark gedaan heeft, en moet ik het goed zeggen, voor de stripwereld, dat hij daar te weinig voor gewaardeerd is. Qua prijs of qua erkenning of wat dan ook. Die man heeft echt gigantisch veel gedaan. Ook buiten het maken en tekenen van strips. Maar ook redactie, verhalen schrijven, zichzelf verkleden als het een of andere stripquizmaster op beurzen. Je kan het zo gek niet verzinnen. Hij heeft het gedaan. Mm-hmm. En ik wil hem gewoon even op een voetstuk zetten. En hem bedanken sowieso al voor al die jaren. Ik wil hem ook bedanken voor het laatste album wat hij gaat doen.
Dat gaat hij bij ons doen. Je hebt de PDF gezien. Het is meer dan alleen een stripboek. En ik hoop dat mensen die ook een beetje informatie willen hem ook willen bedanken, niet voor mij, maar juist voor hem, dat boek ook aan gaan schaffen. Ja, dus nou, ik maak er een beetje reclame voor. De beursuitgaven daarvan, die zijn er maar 50. Ik heb bewust op 50 gehouden. Daar zitten een paar extra pagina's in, als in het softcover album. Die pagina's heb jij ook nog niet gezien. Aha, die heb jij ook nog niet gezien. Dus dat wordt een hele bijzondere. En dat is eigenlijk de reden waarom dat ik die speciale editie gedaan heb. Juist voor hem. Om hem te bedanken. En dat daar dan zijn fans ook van mee kunnen genieten. Zo moet je zeggen. Mooi. Maar dat is leuk. Dus eigenlijk voor hem als afscheid de kerst op de taart. Een mooie beurseditie. Met een stofomslag. Met een certificaat erin. Met dossier erin. Maar dat dossier laat ik ook in de softcover zetten. Gewoon iedereen, dat iedereen kan lezen wie Mark van Broekhoven is, wat Mark van Broekhoven gedaan heeft. En hopelijk, dat hij hopelijk in de toekomst toch denkt bij zijn eigen, ik kom terug. En dat is bij mij natuurlijk. dat is dan eigenlijk mijn tip en mijn afsluiter. Helemaal niks met Starlink te maken. Maar goed, dat is. Nee, maar dat kan ik waarderen. Dit is een mooi, inderdaad, mooi brugje ook naar een artiest waar je zeker respect voor hebt. Dus wat dat betreft, alleen maar gaaf dat je dit zo doet. En ook gaaf hoe je dit zo met passie omschrijft. Want dat is inderdaad precies waar dit om gaat. Passie, inderdaad. Ja mooi, mooi. Zo ben ik ook uitgever geworden, hè? Vanuit de passie. Omdat ik het leuk vind, omdat het mijn hobby was, laat maar zeggen. Ja, en, mooi. Ja, dat is passie. Dat denk ik. Stripmakers zijn passiemensen. Striplezers. Klopt. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Goed. Ik vond het een hartstikke mooi interview, Leon. Dankjewel. Ik vond het ook leuk. Het ging best snel, toch? Ja, toch? We kletsen wel raak voor een knaak. Ja, precies. Hou ook van. We zien elkaar sowieso nog bij het Campus Drift Festival. Absoluut. Ik heb een mooie paar meters voor jullie gereserveerd. Dus jullie hebben plek. Leuk. Nou, leuk om te horen. Goed, ga ik hem afsluiten. En dan wil ik de kijkers bedanken. En laat gerust een comment achter wat jullie hier vinden. En mocht jullie ideeën hebben, beste kijkers, laat ze een comment weten. Of in een privéberichtje naar ons. Ik kan zeggen cheers. Hè. Proost. Ja, cheers. Thanks for watching. Till next time.